Bij de kick-off hebben we als altijd de conditietest, we hebben de spelregeltoets, we hebben een presentatie aan de pers en we behandelen de richtlijnen die we hanteren voor alle scheidsrechters en assistenten voor het nieuwe seizoen. De conditietest betekende 4 sprints van 40 meter en 10 rondjes op de 400 meter baan met telkens afwisselend 150 meter hardlopen en 50 meter wandelen. Toch hoefde niet iedere scheidsrechter de conditietest af te leggen. Ja, prima. Het enige wat ik vandaag hoef te doen is de huidplooimetingen en de vetmetingen. Dat houdt in omdat ik natuurlijk ook internationaal actief ben. Wij worden in augustus worden we nog een keer getest. Ja, en het is een beetje dubbel om dan ook nog een keer in Nederland te testen. Dus vandaar dat ik niet zal lopen. Maar conditioneel ijzersterk, wat wil je? Het gaat weer beginnen, het seizoen. Zin in? Ja, zeker. We hebben nu... Ik heb inmiddels 4 of 5 wedstrijden geoefend. Ja, is leuk, maar het gaat natuurlijk wel om het echie. En als ik heel eerlijk ben, dan sta ik wel te trappelen om weer aan het seizoen te beginnen. En gelukkig gaat het komend weekend weer beginnen. Een nieuw seizoen. Vorig seizoen is mooi verlopen, spannende competitie. Hopen dat dit seizoen ook weer een mooie competitie gaat worden. En ik heb er wel zin in. Conditietest werden de arbiters getoetst op hun kennis over de spelregels. Dick van Egmond gaf aan de verzamelde pers tekst en uitleg over de richtlijnen voor de scheidsrechters in het komende seizoen. Ernstig gemeen spel, dat blijft altijd een hot item. We zien dat in heel Europa, want ook UEFA en FIFA komen daarmee van mensen extra aandacht voor ernstig gemeen spel. Dus dat hebben we. Het consequent geven van rode kaarten bij doorgebroken spelers. Aandacht voor de moeilijke hensballen, zoals we vorig jaar heel veel hebben gezien. En aandacht voor sportiviteit en respect, want ook dat is mondiaal een belangrijk item.